Goedemorgen! Oh, wat is het weer koud. Ja, we hebben de mutsjes opgezet vandaag. Maar dit is vlog nummer 2. En we gaan deze week echt super toffe dingen doen. Dus blijf kijken. But if you close your eyes. Maar ja, als ik maar zo zie je met grond gezet, dat zit niet alleen buiten, zeg maar, dat doen we hier binnen ook. Ja. Oh, we gaan naar de ijsbaan. Haha. Ik zal wel filmen, want ik doe het geen tweede keer. Ja, ik film wel. Oh, God. Nou, ik denk dat ik kan gaan staan. Oh, ik sta. Waar het water op wordt. Jasper, kan je er iets wat meer over vertellen hier? Nou, we staan hier bij een... Ja, het was een hockeyveld. En we hebben... vrijdag hebben we de put even afgedicht. En op dag van de gemeente gaan we hier dus een ijsbaantje creëren. Dus we hopen dat het vannacht echt goed gaat vriezen. En dan kunnen we daar mooi gebruik van maken. Volgens mij wou Anton op de schaats. Ja, want we hadden begrepen dat Anton nog niet kan schaatsen. Dus we gaan het morgen zien. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had een nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent. Blij dat je hier bent. En we zijn weer terug bij Van der Vlier. En we gaan even kijken of Mark en Cor allebei op kantoor zijn. Zeldzaam moment. De gebroeders van der Vlier zitten tegenover elkaar. Met een groot scherm ertussen. Het is gelukt! Ja. Gelukkig wel. Ja. Ja, ze moeten elkaar niet de hele dag aan blijven kijken. Gelukkig. Stel jezelf eens even voor. Aan jou? Wie? Aan de camera. Wie moet beginnen? Mij niet uit. Altijd weg ze maar op. Doe jij maar hoor. Oké. Okay. Nou, dat is ik ben Mark van der Vlier. Ik ben Cor van der Vlier, mede-eigenaar van het bedrijf en de leukste baan binnen dit bedrijf. De commerciële kant, dus ik mag Van der Vlier uitdragen te pas en te onpas. Wie we zijn, wat we doen, waarom dat we dat op deze manier doen. Dan gaan we naar de andere kant. Nou, ik ben eigenlijk de andere helft, Mark van der Vlier. Ooit begonnen met het grondverzet gebeuren hier, dus eigenlijk een beetje een aanstichter. Ik ben technisch directeur bij Van der Vlier BV en eigenlijk doe ik de technische gang van zaken hier binnen het bedrijf. Oké, nou we horen de twee gebroeders samen op één kantoor. Gaat dit altijd goed? Ja. Ja? Ja. Oké, okay, nou. Ja, zonder schermen moet je nog een keer proberen. Dus we zijn even op pad met Van der Vlier in het kader van duurzaamheid. Cor, waar zijn we naar onderweg? Ja, we hebben vandaag een heel lastig klusje, een vervelend klusje. We gaan op zoek naar een alternatieve vorm van vervoer. Dus we gaan eens kijken, kan dat beter en schoner dan dat we dat nu doen.
Ja, waar gaan we heen, Anton? We gaan even een kijkje nemen bij Tesla. Iemand moet het doen, dus wij zijn vandaag de klos. Helaas. Dit was de video van deze week. Stephanie, duimpjes omhoog. Tot volgende week. Doei!